verschillende afdelingen, jongere afdelingen. Iedereen op zijn of haar manier weet wat ze kwijt hebben geraakt aan Walter. Wat wij kwijt hebben geraakt. Ik denk dat er niet anders is te doen, lieve mensen, dan de positieve energie die Walter gegeven heeft, dat wij het overnemen en dat we verder gaan. Hij had een droom om kampioen te worden, eerste klasse, hoofdklasse, sorry. Wij zullen er alles aan doen om het komend seizoen kampioen te worden. En dan gaan we dit opdragen aan Walter. Wakabumi, brother. Ja, winnaarsmentaliteit. Winnaarsmentaliteit aan de locatie, brother. Dus, we doen het gewoon dat we veel doen. Dat we zijn naam aan doen. Dat we aan zijn krabbi dat we. Zeg het op, we gaan naar onze vader. Hero. Hij staat altijd in ons medicijn. Long live Lali. Bless up. Is namens hem. Heen gaan zonder afscheid te nemen? Nee, je hebt wel afscheid genomen. Door een paar dagen voor je dood te verschijnen in mijn droom. Dank je daarvoor. Vaarwel, vaarwel, lieve jongen. Niemand kent de pijn van je stille verdriet. Je hebt alles gegeven tot de laatste dag. Je leven was kort, maar niet minder waardevol. Vaarwel, vaarwel, vaarwel Wally, Milobi Wang, papa. Maar in onze harten zou jij voor altijd blijven bestaan. Wij weten niet wat jullie ervaren, omdat wij Walter hebben meegemaakt als vrienden, partijsympathisanten, maar wat de familie draagt is zwaar. Dus kom die vragen, waarom heeft Walter dat gedaan? Laat dat aan de Heer om te oordelen.
dwars door deze donkere dagen heen. Walter was niet perfect. Echt niet. Maar één ding weten we. Liefdevol. En we gaan het missen, want Walter was een familieman. Als we met de familie iets zouden doen, zou Walter er altijd bij zijn. Wally, my boy. Wakaboom. En weet één ding, ik heb nooit spijt gehad dat ik je in huis heb genomen. Dankjewel, wakaboom. Oma heeft alleen gespeech, maar er is ook wel aangegeven dat ik u gelijk door kan geven dat opa op een ander moment ook wel op zijn manier nou even zal laten weten wat hij dus te zeggen heeft. I'm here.